Er komt extra aandacht voor de sociaal zwakkeren in 2022, zei president Chandrika Prasad Santokhi maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Dat is de VES. De inflatie zal op verantwoorde wijze gecompenseerd worden. Santokhi zegt dat daarom het sociaal vangnet voor 2022 is bijgesteld en dit onderwerp vandaag op de agenda van de regering staat. Zonder verder in details te treden, zei het staatshoofd dat er gesproken zal worden over het verder verhogen van diverse uitkeringen. Diverse uitkeringen opgetopt zullen worden. Vooral naar die kwetsbare groepen. Vooral naar die lage inkomensgroepen. En er kwam meer aandacht voor de seniorenburgers en met name ook voor degenen die het moeilijk hebben en ook de personen met een beperking. Het instrument om financiële bijstand aan zwakke huishoudens te geven is zeer belangrijk en zal en moet ook beter ingezet worden, zodat de echte armen inderdaad die ondersteuning krijgen die nodig is. Er komt ook meer aandacht voor de gezondheidszorg. Er wordt hard gewerkt aan de wet op de basisrekening, zodat iedereen een basisrekening heeft en betalingen makkelijker gedaan kunnen worden, ook in de verre gebieden, zoals wij dat ook vervatten onder de noemer Financial Inclusion. Suriname staat op dit moment op plek nummer 164 van de lijst van Ease of Doing Business van de Wereldbank. Wat wil zeggen dat het niet gemakkelijk is om zaken te doen of te investeren in ons land. Hierin moet dringend verandering komen. De huidige regering heeft daarom voor een ander opzet gekozen met het opzetten van een financieel vehikel. De Suriname National and Foreign Investment Naamloze Vennootschapmaatschappij, SNFI, dat valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en het ministerie van Financiën en Planning. Inmiddels is per staatsbesluit opgericht de Suriname Investment and Trade Agency, afgekort CITA, met ondersteuning van de IDB. CITA is belast met de promotie van het Surinaamse product en met het bevorderen van investeringen en regardeert onder het ministerie van Bibes. Internationale participatie zal via CITA plaatsvinden als ook de begeleiding van de handelsmissies. Op korte termijn wordt op het kabinet van de president ook een approval en appeal board opgezet die besluiten zal nemen over investeringsvoorstellen. Investeerders zullen sneller op de hoogte zijn van de besluiten van de regering en ze kunnen vanuit dit orgaan de juiste begeleiding krijgen voor het zaken doen in Suriname.